LGBT-jongeren moeten zich vrij en veilig kunnen bewegen binnen de gemeenschap. Dit stelt Mileen Pokorny, boardmember van Stichting New Monday, in een gesprek met de Nieuwsdienst. Ze vindt het belangrijk dat er vanuit LGBT-organisaties moeite gedaan wordt om jongeren zich op hun gemak te laten voelen. Activiteiten voor de doelgroep zullen via het Local Engagement and Action Fund getrokken worden. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van het LGBT-platform Suriname samen met projectpartners en vertegenwoordigers van de Canadese overheid bijeen voor een financieringsondertekening van het project bij SpiceQuest. Met dit project als lid van het LGBT-platform willen we verder gaan met het hebben van safe space voor LGBT-jongeren. En we doen het hebben van safe space met LGBT-jongeren onder andere door gebruik te maken van ballroom. Zoals je weet is ballroom, ik weet niet of je het kent, maar het is expressie, dansen. Het komt origineel uit Amerika, waarbij de LGBT-community zeg maar een soort veilig huis heeft. Zo noemen we het een safe space, waar ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen uitdrukken door middel van dans, verschillende soorten dans. En wij gebruiken dat zeg maar om de doelgroep op hun gemak te laten voelen. En er zit aan elk van die sessies zit er dan een educatieve sessie gekoppeld. Dus of het al gaat over seksuele gezondheid, over mental health of wat dan ook waar zij zelf behoefte aan hebben, dat gaan wij dus uitvoeren met dit project. Pokorny zegt verder dat er sinds 2022 speciale evenementen worden georganiseerd voor LGBT-jongeren. Sindsdien is besloten om de organisatie van deze evenementen levend te houden en een plek te creëren waar LGBT-jongeren kunnen samenkomen.